Goedemiddag, dames en heren. Fijn dat u er bent in dit webinar van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En in het bijzonder de directie Gezond en Veilig Werken over de nieuwe Arbo-wet. Fijn dat u er bent. We gaan daarover het komende half uur spreken. En dat doe ik niet in mijn eentje, dat doe ik met drie gasten. Die zitten naast mij. Henri Geron van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Jaap Jongejan van SBI Formaat. En Janine Pepping van Royal IHC. Zo dadelijk iets meer introductie van jullie, maar nu een stukje introductie van het scherm dat u voor zich ziet. Want wellicht heeft u nog niet vaak in webinars gezeten. U ziet links van mij, want mij had u al gezien, een presentatie lopen. En die presentatie, daar gaat u zometeen ook inhoud krijgen van de gastsprekers. En als u die te klein vindt, dan kunt u daar boven in dat scherm aan de rechterkant het op maximaal beeld zetten. Dat kan u ook doen als u wat moe bent van ons gezicht. U ziet linksonder een link naar het Arbo-portaal. Dat is een website waar u nog meer informatie kan vinden over dit onderwerp. En rechtsonder ziet u een Q&A. Die Q&A die staat vanaf nu al open, maar aan het eind van het programma gaan we daar pas echt aan toekomen om uw vragen te beantwoorden. Maar stelt u vooral uw vragen ook gedurende de webinar op het moment dat u vindt dat er een vraag gesteld moet worden. Voor de rest ziet u ook het programma dat ik dadelijk klaar ben met het welkomstwoord en dat we naar een video gaan van Lodewijk Asscher, minister Asscher, hoogstpersoonlijk ingesproken voor deze webinar. Vervolgens gaat Henri wat meer vertellen over waarom deze wet interessant is voor jullie en wat er nou zoal in zit. En de verdieping zoeken wij op met de gastsprekers Jaap en Janine. Laten we nu eerst kijken naar de video voor verdere toelichting op de wet. Er gaat een hoop veranderen. Waarom zijn al die wijzigingen eigenlijk noodzakelijk? De wet moet nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Als dat zo is, is het heel belangrijk omdat het ervoor zorgt dat de bedrijfsarts een sterkere positie krijgt. En ja, als je wil weten hoe belangrijk een bedrijfsarts is, moet je maar eens het gesprek voeren. Dan kom je er heel snel achter dat het vaak voor mensen een enorm belangrijke rol is. Ik kwam een vrouw tegen die werd gepest op haar werk, die door de bedrijfsarts geweldig geholpen was. Ik sprak ook een bedrijfsarts zelf die vertelde dat hem opviel dat er heel veel klachten kwamen uit de agrarische sector die met schouders en armen te maken hadden. En die kon uiteindelijk via een tip zorgen dat de schoffels anders werden vormgegeven, waarna die klachten verdwenen. Nou, twee voorbeelden die laten zien dat het een hele belangrijke rol is voor de mensen in het bedrijf en voor de bedrijven zelf. U wil meer nadruk leggen op preventie en op zorg, maar wat gaat er nu eigenlijk precies veranderen voor de werknemers? Voor een werknemer is die bedrijfsarts heel belangrijk. En met deze wet leggen we vast dat er een vast spreekuur komt. Waar je ook naartoe kan als je nog geen klachten hebt. Juist om te voorkomen dat je ziek wordt. En bovendien krijgen de werknemers meer te maken met de bedrijfsarts. De werknemers gaan zelf kiezen wie de preventiemedewerker wordt in het bedrijf. Die vervolgens weer in nauw contact staat met de bedrijfsarts. Dus alles bij alles gaat het ervoor zorgen dat de bedrijfsarts het voorkomen van ziekte op het werk, de preventiemedewerkers, meer van de gewone werknemers wordt. En daarmee hoop ik ook meer betekenis krijgt in de bedrijven. Waar we het nog niet over hebben gehad is het basiscontract. Dat wordt geïntroduceerd in de nieuwe wet. Wat betekent zo'n contract nou tussen een werkgever en een bedrijfsarts? In de wet hebben we vastgelegd dat ieder bedrijf zo'n basiscontract moet hebben. En dat zorgt ervoor dat een aantal dingen altijd terugkomen, ongeacht bij welk bedrijf je zit. Er moet een vaste afspraak zijn tussen de werkgever en de bedrijfsarts. Er moet worden vastgelegd hoe die bedrijfsarts beroepsziektes kan melden als hij die tegenkomt. Er moet worden vastgelegd hoe preventie wordt vormgegeven in het bedrijf. Kortom, de belangrijke voorwaarden voor het goed functioneren van de bedrijfsarts worden voortaan niet aan het toeval overgelaten of aan hoe individuele organisaties daarmee omgaan, maar moeten op basis van de wet in ieder bedrijf in een contract worden vastgelegd. En zijn die contracten overal dezelfde? Nee, er zijn wel wijzigingen. Er is een vaste basis met elementen die bij iedere organisatie terug moet komen. Maar vervolgens kunnen natuurlijk organisaties hun eigen accenten plaatsen. Wat nou als een bedrijf zich niet aan een dergelijk contract houdt? Dit zijn wettelijke verplichtingen, dus dat betekent dat het gevolg heeft als je daar niet aan houdt. Het valt gewoon onder de Arbo-wetgeving. En er horen sancties bij, daar kan de inspectie ook naar kijken als je daar niet aan houdt. Wat kan de werknemer dan nog doen bij dat contract? De werknemer krijgt via dat contract zijn rechten nog duidelijker gewaarborgd. Bijvoorbeeld zijn recht op toegang tot de bedrijfsarts. De mogelijkheid om de bedrijfsarts te laten kijken op de werkplek als er aanleiding voor is.
De mogelijkheid om ook naar een bedrijfsarts te gaan als er geen klachten zijn. Maar omdat je je zorgen maakt over wat misschien klachten zou kunnen opleveren. Met andere woorden, de positie van zowel de bedrijfsarts als de werknemer worden door dat basiscontract sterker. Nog even terug naar de bedrijfsarts. Eigenlijk verandert voor hem en haar het meeste. Ik denk dat wat voor de bedrijfsarts vooral van belang is, is dat zij dankzij deze wet een nog duidelijker rol krijgen als spin in het web van preventie. Van het voorkomen dat mensen ziek worden. Of het dan gaat om hele categorieën door het melden van beroepsziektes. Of dat het gaat om het voorkomen van specifieke klachten door de rol bij preventie. Bedrijfsartsen komen ook weer meer tussen het bedrijf en de werknemers te staan. Doordat ze samenwerken met de preventiemedewerker. En ik denk dat het ervoor gaat zorgen dat het vak van bedrijfsarts, dat al een prachtig vak is, nog interessanter is voor de toekomst dan het nu al is. Hij wordt ook aanzienlijk zichtbaarder binnen de organisatie. Klopt, de bedrijfsarts zal meer een zichtbaar onderdeel zijn van de organisatie. Hopelijk ook meer herkenbaar en kenbaar voor de werknemers. En daarmee kan je laten zien dat je duurzaam inzetbaarheid, gezond blijven bij het werk belangrijk maakt. We hebben alle hoofdrolspelers nu de revue laten passeren. We hebben het gehad over de Arbo-arts, de werkgevers, de werknemers. Maar er zijn natuurlijk ook nog de Arbo-diensten. Wat is de rol van die professionals? Nou, het is goed om te beseffen dat zo'n basiscontract wordt afgesloten tussen het bedrijf en de Arbo-dienst of de bedrijfsarts. In feite zullen alle Arbo-professionals, die ook vandaag aanwezig zijn, een rol krijgen bij het bevorderen van de gezondheid in het bedrijf en in de organisatie. En ze krijgen dus een plek in die contracten en hebben vervolgens de kans om te laten zien wat ze kunnen toevoegen voor de gezondheid en de veiligheid van alle werknemers. Alright, na deze informatieve video gaan wij de interactie aan met onze gasten. En we hebben natuurlijk deze webinar georganiseerd voor werkgevers en werknemers. En om wat meer te vertellen over wat er nou bijzonder is aan deze wet en wat er nou in zit voor werkgevers en werknemers, gaan we beginnen met wat meer duiding van Henri Geron, senior beleidsadviseur bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En ook instrumenteel volgens mij in het team wat deze wet mede heeft vormgegeven. Dank dat je er bent. Laten we even beginnen bij, hij is er nog niet echt, hè, de wet? Nee, de wet is er nog niet. Hij ligt op dit moment voor bij de Eerste Kamer voor behandeling. We gaan ervan uit dat hij nog dit jaar in behandeling komt daar. En dat hij vervolgens bij 1 juli 2017 in werking gaat treden. Oké, en we gaan in beeld zien welke elementen er nou in zitten. Ja, inderdaad. Op de slide is dat ook al te zien. Ik denk het heel belangrijk punt is dat eerste punt. Uit onderzoek van monitors die we voeren, blijkt dat de afgelopen jaren de aandacht voor preventie en arbeidsgerelateerde zorg eigenlijk behoorlijk achteruit gelopen is. Er moet dus eigenlijk veel meer focus komen op die preventie en die arbeidszorg. En daar gaat die wetswijziging vooral over. Wat we hebben gedaan is minimale eisen geformuleerd in die wet. En die eisen die worden meegenomen in het contract van de werkgever met de arbeidsdienstverlener of de bedrijfsarts. De bedoeling daarvan is dat er op die manier meer ruimte ontstaat voor die bedrijfsarts of die arbeidsdienst om professionele arbeidszorg en preventieadvisering mogelijk te maken. Vanaf 1 juli 2018, een jaar na de werkingtreding van de wet zelf, dan moet iedere werkgever over zo'n contract met die nieuwe elementen uit die wet, die moet daarover kunnen beschikken. De inspectie die houdt ook toezicht op en treedt eventueel op als dat nodig is. Een ander element van die preventie is dat er ook een preventiespreekuur wordt ingevoerd. Ook belangrijk uiteraard voor de werknemers. Dan vervolgens aandacht voor beroepsziekten is een belangrijk element, omdat we zien dat er onvoldoende wordt gemeld door mensen, dus bedrijfsartsen, bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. En dat is jammer, want de aandacht voor beroepsziekten is belangrijk omdat daar ook van geleerd kan worden. Het kan in die zin ook preventief gebruikt worden. Dan een aantal andere elementen zijn de betrokkenheid van de werknemers. De ondernemingsraad die krijgt instemmingsrecht om de persoon van de preventiemedewerker te benoemen. De preventiemedewerker kan op zijn beurt in gesprek met de bedrijfsarts over preventie of over gezondheidsvraagstukken. Zijn positie wordt daarmee ook versterkt. Dan de positie van de werknemer als laatste element, die wordt versterkt. En dat komt tot uitdrukking bijvoorbeeld in een second opinion. De werknemer die het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts bijvoorbeeld, die kan een andere bedrijfsarts raadplegen. Dank voor deze verdere toelichting, speciaal voor de doelgroep.
Je blijft nog even zitten, hè, want we gaan straks in de Q&A ook nog meer horen van Henri. Dus als jullie vragen hebben, typ ze vooral in de Q&A en wij krijgen daar dan vanzelf de tijd voor. We gaan nu door naar de eerste gastspreker en dat is Jaap Jongejan van SBI Formaat. Even, wat is SBI Formaat? SBI Formaat is een organisatie die zich bezighoudt met trainen, coachen, adviseren van medezeggenschap in Nederland. We zijn daar de marktleider in, maar we doen ook heel veel op sociale innovatie, duurzaam zetbaarheid en uiteraard arbo. Ja. En het werkgevers-werknemersdeel vertegenwoordigen nu even de werknemerskant. En dan krijgen we een presentatie over wat daarin verandert. Helemaal correct. Ik heb mijn presentatie arbo-wetgeving en gezond verstand genoemd. En ik wil het eigenlijk een klein beetje hebben over gezond verstand. De wetgeving is net al wat aan de orde geweest. En ik pak drie punten die ik wat toe wil lichten. Ik heb een paar vragen, opmerkingen en nog een paar tips aan het eind van mijn verhaal. Ik probeer eerst even de buitenkant te bekijken, samenleving en gezondheid. Arbo kan je niet loszien van maatschappelijke ontwikkelingen. Je kan het op je werkvloer bekijken, je kan het in de organisatie bekijken, maar de politiek die keuzes maakt, maatschappelijke keuzes, hebben allemaal te maken met arbo, met wetgeving rondom arbo en rondom gezondheid. En ik denk dat het goed is dat werknemers, ondernemingsraden zich daarvan bewust zijn. Wat is bijvoorbeeld het effect van eigen risico in ziektekosten? Als dat oploopt, als het verder doorgaat, wat gebeurt er over 5 jaar als jij door eigen omstandigheden of in jouw bedrijf iets gaat mankeren, er gebeurt wat en jij komt met die kosten in aanraking. Het is van groot belang dat we ook daarom kijken naar wat de samenleving en de gezondheid op het bedrijf doet. Arbo is wat ons betreft ook op leven en dood, heb ik dat genoemd, letterlijk zo. Als je kijkt wat er kan gebeuren, daar zijn ook de cijfers van bekend, ook bij de inspectie. Dan zie je dat arbo meer is dan iets van loopbaan, meer is dan een advies op reorganisaties, meer is dan iets over roosters en dergelijke. En dat betekent ook dat je, als je langer wil leven, als we langer leven, als we gezond leven van belang vinden, als we in balans willen zijn, dat je daar dus ook heel veel aandacht aan moet schenken. En de wet die werkt daar mooi in mee. Ik voeg er wel iets toe. Ik heb het niet alleen maar over het werk. Ik heb het ook over leefdruk. Dus werk één leefdruk. En eigenlijk gaat arbo om beide. Dus ook de medezeggenschap, de ondernemingsraad zou ook naar beide moeten kunnen kijken. Tot slot, OR, waar was je? Een heel belangrijk onderdeel is, ondernemingsraad kan het niet alleen maar overlaten aan werkgevers en werknemers. Het heeft niet alleen maar die wettelijke rol, maar heeft op alle gebieden ook een initiatiefrecht. Een initiatiefrol. Afgelopen week was weer in het nieuws de werkdruk, de burn-outs. Wat er allemaal kan gebeuren, wat dat voor kosten met zich meebrengt, maar ook wat voor ellende dat het meebrengt met mensen. En ik denk dat de ondernemersraad daar ook een rol in kan spelen om vooral vroegtijdig te constateren van wat kan er gebeuren in ons bedrijf en op welke manier gaan we daarmee om. De volgende sheet heb ik wat vragen, opmerkingen neergezet, waarbij de medewerker per definitie centraal staat. Hoe groot is de betrokkenheid? Hoe vergroot je de betrokkenheid? Want de medewerker is eigenlijk onderwerp en leidend voorwerp tegelijkertijd. En de ondernemingsraad die zal daar dus iets mee moeten doen. En dat is een vraag aan ondernemingsraden van hoe ga je dat inrichten dat die medewerker centraal blijft. Arbo-risico is niet een kostenpost. Daar willen wij nadrukkelijk op wijzen. Laat het ook niet op die manier nergens betitelen. Arbo is een investering. Een investering in je mensen, niet alleen maar in ziekteverzuim, ook in mentaal verzuim, eigenlijk in je totale organisatie. En als je daar wat doet met als ondernemingsraad, heb je en gezonde mensen, en een gezonde organisatie. En een beetje tegenstrijdig met de wetgever misschien. Laat je niet alleen leiden door de wet. Niet als werkgever, maar ook als ondernemingsraad. Maar ga aan gezond samenwerken werken. Want de pragmatiek of de dingen van alle dag hoeven niet allemaal in de wet geregeld te zijn. Een beetje duaal. Een paar tips tot slot. Wij vinden van groot belang dat die preventiemedewerker versterkt wordt. Dat die rol versterkt wordt. Dat geeft ook tegelijkertijd aan hoe belangrijk preventie is. We hebben dat ondeugend ook, maar gelijk, dat is weliswaar niet wettelijk, maar misschien wenselijk, gekoppeld aan duurzame inzetbaarheid. Dat is van groot belang voor welzijn, van groot belang voor gezondheid in zijn totaliteit van mensen. En het is prachtig dat de bedrijfsarts meer mogelijkheden krijgt om op de werkvloer met mensen te werken aan een gezond bedrijf met gezonde mensen. Ik ben begonnen met gezond verstand. Arbo-wetgeving en gezond verstand. Gezond verstand vraagt ook om onderhoud. En dat gaan wij samen met SZW doen als SBI-formaat. Op 15 december hebben we een actualiteitencollege. En volgend jaar hebben we een heel programma om vooral werknemers, ondernemersraad, maar ook werkgevers mee te helpen om te zorgen dat en een gezonde bedrijf en gezonde mensen in een gezonde samenleving aan de slag gaan. Ja,
zou er bijna niks meer aan toe te voegen hebben, maar we hebben natuurlijk nog wel een extra spreker. Dankjewel, Jaap, tot zover. Vanuit het werknemersperspectief, ik kijk nu ook naar de andere kant van de tafel, en daar is het werkgeversperspectief ook vertegenwoordigd door Janine Pepping, SHEQ en MVO-directeur bij Royal IHC. Je gaat ook wat meer vertellen over hoe jullie dat hebben geregeld. En je hebt een aantal stellingen voor ons meegenomen, waar we naar uitzien natuurlijk. Dus aan jou het woord en ook voor jou een presentatie. Ja, inderdaad. Binnen IHC hebben we al een aantal zaken geregeld om aan de nieuwe toekomstige wetgeving te voldoen. Misschien is het handig als we daarvoor meteen overstappen naar de volgende slide. Dan is de relatie tussen een en ander ook zichtbaar gemaakt. Wat we geregeld hebben is een overkoepelend contract tussen Arbodienst, bedrijfsartsen en de instantie die bij ons de PMO's en RINE's uitvoert. De overlegstructuur, onder andere met VGWM, stuurgroep en deelcommissies zoals we die opgezet hebben. En het formaliseren van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van de diverse rollen zoals die hier te zien zijn. Wat ook heel duidelijk blijkt is dat de medewerker centraal staat. En dat is ook het belangrijkste is in dit verhaal. De medewerker en ook zijn directe leidinggevende, waar toch met name ten aanzien van het preventieve stuk een cruciale rol is weggelegd. En daar komen we dan meteen mee tot de stellingen. Want de eerste stelling die gaat al over leidinggevende moet leiding geven aan zelfredzaamheid. Dank voor de introductie meteen ook van de eerste stelling. En u ziet hem al in beeld. Rechtsonder in uw scherm komen de polls of stellingen, zoals u wilt, in beeld. En u kunt reageren. U kunt het er helemaal mee oneens zijn of helemaal mee eens of alles ertussenin. En ze staan open, dus u kunt reageren. De vraag nogmaals, een leidinggevende moet leiding geven aan zelfredzaamheid. Zou je nog iets kunnen vertellen over wat je daarmee bedoelt, met de zelfredzaamheid managen? Zelfredzaamheid, dat betekent dus dat voordat iemand uitvalt, dus dat het tot verzuim geleid heeft, dat iemand bij zichzelf te raden gaat van kan ik mentaal of fysiek of allebei na verloop van tijd mijn werk nog wel uitvoeren. Ja, en daar kun je op managen, sterker nog, het grootste deel van de gasten is het daar mee eens. Twee mensen zijn het ermee oneens. Nou, wellicht moeten we daar nog een discussie verder mee voeren. Laat dat eventueel in de Q&A achter als je argumenten hebt. En laten we naar de volgende stelling, want we hebben er meerdere. De bedrijfsarts is niet de aangewezen persoon om preventie te organiseren. Dus de bedrijfsarts is niet die persoon. Kunt u het helemaal mee eens of oneens zijn? Gaat u vooral reageren? Ja, de reacties stromen al binnen. Zeer divers. Wat zou jij zeggen, Janine? Een bedrijfsarts is over het algemeen curatief opgeleid. En de focus van een bedrijfsarts is dan ook vaak gericht op genezen en adviseren beperkt bij voorkomen. En de meeste medewerkers die komen niet direct bij een bedrijfsarts, of dat is zelden het geval als het nog niet tot verzuim geleid heeft. Ja. De meeste mensen zie ik toch, die zijn het er wel mee eens. Ja, het is toch wel een beetje een discussie. Misschien interessant ook wederom voor een later moment om daar nog dieper op in te gaan. Kijk ook met een schuin oog naar het ministerie om daar wellicht nog verder over na te denken. En de volgende stelling gaan wij alweer naartoe. En die volgende stelling luidt, er moeten checklists beschikbaar gesteld worden om arbozorg te helpen organiseren. Checklists, wat voor checklists? Nou, dat kan tweeledig zijn. Een checklist met TAS-eisen aan contract, arbodienstverlener en organisatie. Anderzijds checklist met de vereisten aan de nieuwe wetgeving aan de organisatie. En mensen, dan met name ten aanzien van het preventieve stuk, van hoe ga je daar nu mee om? Mensen vinden dat een goed idee. Het wordt het overtuigend eens. Her en der wat afwijking, maar overtuigend eens. En Henri, deze checklist die gaat volgens mij zelfs bestaan. Klopt dat? Ja, er zijn al checklists. Een checklist is er eentje van de brancheorganisatie van arbeidsdienstverleners, de OVAL. Ja. Waarin ook de nieuwe elementen van de wetgeving inderdaad zijn ingevoerd. Maar er zijn er waarschijnlijk ook wel meer. Maar we zullen er ook zeker naar kijken in het kader van de voorlichtingsactiviteiten die we doen. Ja. Voor de TAS, waar dit webinar natuurlijk ook een onderdeel van is. Dus dat, ik kan me dat voorstellen. Dank, ja. En mensen zijn het ermee eens dat ze moeten komen, dus dat komt mooi uit. We gaan naar de laatste stelling van Janine. De nieuwe Arbo-eisen regel ik in het contract met mijn Arbo-dienstverlener.
Ja, wat vinden we daarvan? De stelling staat open en u kunt daar nu op reageren. Ik zie een overweldigende stroom op de mee-eens-kant binnenkomen. Waarom zijn mensen het hier zo mee eens? Heb je daar een verklaring voor? Nou, ik denk omdat het de organisatie voor een groot stuk ontzorgt daarmee. Hè. Door dingen vast te leggen in contracten is meteen de structuur ook van hoe een en ander zou moeten verlopen vastgelegd. En dwing je ook af dat het op die manier gebeurt. Ja, en mensen vinden dat blijkbaar ook. Dus dank, dank voor de prikkeling, vier stellingen. Overwegend zijn jullie het ermee eens. Her en der een afwijking waar we verder over kunnen praten. Waar we ook verder over gaan praten zijn de vragen die u ons aan het stellen bent in de Q&A. U ziet de Q&A nu weer naar rechts verschuiven. En wij gaan meteen al naar de eerste vraag. Daar hadden we van bedacht, is misschien de beste bij jou, Janine. Hoe kunnen werknemers van MKB-bedrijven afspraken maken met bedrijfsarts of case manager, zonder dat hun werkgever dit weet? Nou, de bedrijfsarts die heeft die hoeft niet wat bij een of met een medewerker besproken wordt aan bedrijven door te geven. Ja, dus het zou zomaar kunnen dat er bij jou in het bedrijf een aantal van dit soort afspraken bestaan waar je verder geen weet van hebt. Ja hoor, zeker weten. En dat hoeft ook niet. Ja, en zou je dat ook aanraden dat te doen in enige anonimiteit, Jaap? Nou ja, ik denk sowieso zit er nog een behoorlijk privacy op en je wil niet alles delen. Dus ik denk als dat gebeurt, hebben we in ieder geval de eerste stap te pakken. Dus dat is van belang. Ja. Of dat wenselijk is en of dat de sfeer in de cultuur, dat wat van de bedrijf zegt, dat weet ik niet. Maar ik vind het wel goed dat het gebeurt op zichzelf. Oké, dankjewel. We hebben al een andere vraag die door is gekomen. Deze aan jou, Henri. Als je second opinion wil hebben bij een bedrijfsarts, is dat dan een bedrijfsarts van de eigen arbodienst of een andere arbodienst? De eigen of een andere? Ja, we gaan uit van een andere organisatie. Daar worden ook nadere regels aan gesteld, aan die second opinion, onder andere. Dat gebeurt in de wijziging van het arbobesluit, die op dit moment wordt voorbereid. En die zal rond diezelfde tijd als de wet van kracht wordt ook gepubliceerd gaan worden. Die gaat trouwens binnenkort, medio deze maand, op een consultatie komen. En dan kunnen mensen daar een maand lang tot medio december op reageren. Dus daarin staan dus de nadere condities, voorwaarden waaronder zo'n second opinion zorgvuldig uitgevoerd kan worden. Want dat vereist natuurlijk wel afstemming tussen de eerste bedrijfsarts en de tweede die second opinion doet bijvoorbeeld. Ja, en hebben jullie ook al een beeld van hoe jullie er dan mee omgaan in de praktijk straks, als er een second opinion komt die afwijkt van jullie eigen collega of jullie eigen dienst? Ja, allebei. Ik ben benieuwd hoe dat in de praktijk dan zal zijn. Nou, wij ook. Maar we maken dat al wel mee, weliswaar op beperkte schaal. Maar dan is het inderdaad een afstemming, hè, met de medewerker en gezondheidsmanager, hoe we daarmee omgaan. En dat kan per geval verschillend zijn. Ja. Ik denk dat je daar, dat was ook mijn stelling naar samenleven in de maatschappij. Je ziet natuurlijk second opinions in andere situaties ook voorkomen in gezondheid. Dus je kan daarvan leren, hoe ga je dat dus oppakken als het gaat om de arbo of de bedrijfsarts. En daar zou ik ook zeker naar kijken. En dat past ook bij, wat mij betreft, bij volwassen werknemerschap, dat je dus ook die second opinion kan vragen. Omdat, ja, letterlijk wat ik net zei, dit kan om leven en dood gaan. Dus ja, een goede zaak. Ja, en het mag natuurlijk ook wat kosten. En een van de vragen gaat daarover. Van Bianca, dank voor je vraag. Wie betaalt de nota van deze werknemer? Waarschijnlijk die een second opinion krijgt. Als dat, zeg maar, gebeurt volgens de procedure die in het bedrijf is afgesproken en de arbeidsdienstverlener, dan zou dat, zeg maar, bekostigd moeten worden door de werkgever. Maar als die werknemer zegt, ja, ik ga nou voor een second opinion en ik doe dat bij mijn huisarts, of nou, dan is het sowieso via de zorgverzekeringswet geregeld, of een andere arts, ja, dan zou het erop kunnen uitdraaien dat hij dat misschien wel zelf zou moeten bekostigen. Maar nogmaals, het wordt nader uitgewerkt in de ANVB, in de nieuwe wetgeving. En laten we dat vooral eventjes afwachten. Nou, die details in de gaten, dames en heren. Ja. Volgende vraag aan Janine. Zegt de nieuwe arbowet en het contract ook iets over de samenwerking tussen BA en arboprofessionals? Van Desiree Plezier. Plezier. De nieuwe wetgeving, nou, ik weet niet exact van wat er zeg maar in die nieuwe wetgeving op dat vlak staat, maar er is wel de nodige al vastgelegd daarover. En dat hebben wij ook voor zover mogelijk al in het contract meegenomen. Dus wat we daar op dat vlak in het contract kunnen vastleggen, dat doen we ook. En dat hebben jullie nu al gedaan? Dat hebben we nu al gedaan, ja. We zijn nu
momenteel bezig met het contract voor volgend jaar. Mm-hmm. En daarin zal het zeker weer meegenomen worden. Zijn er ook nog dingen van het contract voor volgend jaar waarvan je zegt van, hey, dit is nog ingewikkeld? Dat ligt ook voor iedereen die kijkt die zich dezelfde vragen aan het stellen zijn. Nou, daar gaan we gegarandeerd tegenaan lopen. Want aanstaande maandag hebben we dus overleg met de Arbo-diensten van hoe dat contract er precies uit moet komen zien. En ik heb zo'n vermoeden dat daar wel de nodige discussiepunten uit naar boven komen. Ja, dat houden we nog even vast. Vraag aan Henri. Is een second opinion van de BA, even vermoeden dat dat bedrijfsarts is, bindend? Karin Boelens, dank voor je vraag. Nou, die bedrijfsarts die zal zijn oordeel geven aan de betreffende werknemer. En die werknemer die kan dan besluiten of hij dat weer in discussie brengt met zijn eerste bedrijfsarts waar hij naartoe gegaan is. Maar dat is dus niet bindend eigenlijk? Nou, nee, het is echt voor die werknemer in principe. En als die werknemer instemt met dat die tweede bedrijfsarts met die eerste bedrijfsarts kortsluit over zijn bevindingen, ja, dan kan dat op basis van die toestemming. Maar dat is de procedure die denk ik daarvoor gaat gelden. Maar nogmaals, we wachten wel even de nieuwe regelgeving af daarvoor. Ja, en even nog voor de duidelijkheid, wanneer komt die precies? Wat moeten mensen in de gaten houden om die nieuwe regelgeving te kunnen zien? Nou, ik zou zeggen, als die open consultatieronde start, medio deze maand, zoals ik al eerder zei, kijk dan naar en men kan erop reageren. Vervolgens zal die natuurlijk die wetgeving na medio december, als de consultatieronde afgerond is, nog eens een keer tegen dat licht gehouden worden van alle binnengekomen commentaren. Ja. En vervolgens gaat het wetstraject in, zoals dat normaal gesproken gebeurt, hè, naar ministerraad, de Tweede Eerste Kamer. En Herman, de Eerste Kamer is ook eerst nog aan de beurt dit jaar, geloof ik. Hè? Nou, dat geldt voor de wetgeving. Maar nu lopen twee dingen door elkaar. Ja. Dat geldt voor de wetgeving, voor de wet. En waar ik het nu over heb, die second opinion, die nader wordt geregeld. Ja. Dat is iets wat gebeurt in het Arbo-besluit. Dat is een lagere regelgeving. En die wordt voor gepubliceerd medio deze maand. Oké, ja, mooi dat die twee dingen ook los van elkaar te zien. Dank daarvoor. Laatste vraag, dames en heren. Kan het panel nog eens uitleggen hoe de Arbo-dienst gecontracteerd wordt en de bedrijfsarts? Wat is wettelijk verplicht? En dat is een vraag van Nico Laurier. Dus eigenlijk twee vragen, maar hoe wordt het nou gecontracteerd, de Arbo-dienst en de bedrijfsarts? Wie hem wil oppakken, mag hem. Misschien wou u allemaal er een duit in het zakje doen. Nou, volgens mij is dat niet bij wet vastgelegd hoe je dat hoort te doen. Maar wat wij gedaan hebben is een contract met de Arbo-dienst afgesloten. Waar als subcontractors, noem ik het maar eventjes, de bedrijfsartsen en de instantie die PMO's en RJNE's uitvoert in ondergebracht. Dit omdat het voor IAC een stuk makkelijker is om één aanspreekpunt te hebben die dan de rest organiseert, dan dat we drie verschillende punten hebben. En daarmee ook dit soort dingen als de TAS veel makkelijker in op te nemen zijn, de vereisten daarvan, dan in drie verschillende contracten. Ja, en er komt een andere rol voor de medezeggenschap daarin, geloof ik. Ja, nou ja, sowieso is de instemmingsrecht voor de ondernemingsraad. Dat is van belang, dus je moet jezelf de dingen moet je dus ook weten. We hebben er heel veel informatie over. Ik zou zeggen, kijk bij ons op de site. Of ik al de antwoorden nu niet in één minuut kunnen geven. Die site staat gelinkt, de weblinks, die kunt u zien. Maar het is wel, het wordt wel moeilijk. Het wordt wel steeds complexer ook. Hè. Alle nieuwe wetgeving, alles wat er omheen komt, alle risico's, alles wat is meer zee. Dat is ook de reden waarom dat SZW en SB Formaat samen die actualiteitencolleges geven, die voorlichting gaan geven. Waarbij je ook in mijn leven kan gaan leren van gluren bij de buren. Hoe doen nou dat ene bedrijf? Hoe gaan die met second opinion om? Hoe gaan, nou ja, allemaal dat soort dingen. Dus dat is voor ons van groot belang. Een aantal nieuwe dingen, die kennen we niet. Maar we kunnen er heel snel jurisprudentie op opbouwen. Ja, en dat zou hartstikke mooi zijn. Ik zie dat de tijd alweer bijna erop zit. Ik wil alle kijkers in ieder geval bedanken voor de vragen die tot nu toe zijn gesteld. Ik denk hele relevante vragen en ook heel erg bedankt voor jullie antwoorden. En niet alleen voor de antwoorden, natuurlijk ook voor de toelichting in het algemeen. Henri, Jaap en Janine, ontzettend bedankt. Wij gaan jullie nog iets nasturen, dames en heren. Want ik kan me voorstellen dat u een vraag heeft gesteld die u nog niet beantwoord heeft gezien. Deze vragen die kunnen wij allemaal downloaden en daar gaan we beantwoorden. En u krijgt deze week of uiterlijk begin volgende week de antwoorden op die vragen ook nog in uw inbox. Naast ook een terugkijklink van deze webinar.
Want we hebben hem opgenomen en u kunt hem achteraf nog eens op uw gemak terugkijken en delen met al uw vrienden en familie en andere geïnteresseerden. Voor nu, nogmaals, zou ik u ontzettend willen bedanken voor de aanwezigheid en actieve participatie. De gastsprekers ook voor hun inbreng en nog een hele fijne middag gewenst. Dag.